Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Jullie vragen altijd aan mij wat goede budgetproof penselen zijn. Of ik budgetproof penselen wil reviewen. Of ik budgetproof penselen wil gebruiken meer met video's. Zodat jullie kunnen zien welke goed zijn en welke jullie kunnen halen. HEMA heeft altijd goede budgetproof penselen gehad. Maar nu is HEMA uitgekomen met een nieuwe volledige collectie met penselen. En waarom het zo gek uitziet, omdat er zeg maar zo'n dingetje allemaal overheen zit. Maar het zijn gloednieuwe penselen, een hele nieuwe collectie. De oude collectie gaat er ook helemaal uit. Al deze penselen zijn vegan. Er zitten geen dierlijke haren in. Het is allemaal synthetisch. Dus ik ben super benieuwd hoe deze penselen gaan werken. Ze voelen in ieder geval, deze in ieder geval voelt echt super zacht. HEMA vroeg mij of ik het leuk vond om deze penselen te testen. Dus in samenwerking met HEMA is dit een first impression van hun nieuwe penselen. Als allereerste heb ik deze foundation kwast. Het is nummer 305, de foundation brush. Dit vind ik niet echt heel erg fijn voor foundation, maar deze vind ik wel heel erg fijn voor primer. Dus met deze kwast ga ik mijn primer aanbrengen. En gewoon helemaal verdelen over mijn gezicht heen. Het zijn eigenlijk super zachte penselen. Ze voelen zo zacht aan. De foundation kwast heb ik net gebruikt voor mijn primer. Ik vind foundation ook niet fijner met zo'n kwast aan te brengen. Ik vind gewoon een beauty spons fijner. Dus met de magie van editing. Nu komen we bij de stap poeder. En voor poeder hebben ze de Classic Powder Brush. De 301. Dip deze gewoon in de poeder. En deze ga ik over mijn hele gezicht afstippelen. Ik wil niet trekken omdat ik geen lijnen in mijn foundation alles wil trekken. Dus het beste wat je met deze kwast kan doen is gewoon stippelen. En zoals je kan zien laat de foundation wel een beetje los. Maar dat is helemaal niet erg. Gewoon veel poeder op je kwast pakken en lekker stippelen over je hele hoofd heen. Dan ga ik door naar de Lash & Brow Brush, de 108. En hiermee ga ik mijn wenkbrauwen doorborstelen. Het is gewoon een wenkbrauwborsteltje of een borsteltje die je voor je wimpers kan gebruiken. Maar dit soort synthetische borsteltjes vind ik altijd super fijn om mijn wenkbrauw mee door te borstelen voordat ik mijn wenkbrauw ga tekenen. Dan hebben ze deze brush. Dit is de Eyebrow Pomade en Applicator Brush, de 121. En hier zit eigenlijk ook al zo'n borsteltje op. En aan de andere kant een schuin penseeltje om waar ik dus altijd mijn wenkbrauw mee teken. Dus dat is ook wat ik ga doen nu. Ik hou van hele strakke wenkbrauwen. Dus ik ben benieuwd of dit penseeltje mijn wenkbrauwen zo strak gaat krijgen als dat ik het zelf fijn vind. De spiegel zet ik eventjes ietsje dichterbij. En dan ga ik hem aanbrengen. Ik hou persoonlijk van een heel ietsje precies penseeltje. Aan het einde is hij nog ietsje, ja, ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar hij is nog ietsje breed aan de uiteinde. Waardoor ik niet een hele strakke precieze lijn kan tekenen. Maar ik kan daar prima mijn wenkbrauw weer tekenen. Voor de rest is hij wel fijn. Maar ik persoonlijk vind het gewoon fijner als hij ietsje preciezer is. Maar mijn wenkbrauw ziet er niet hideous uit ofzo. De wenkbrauw zetten ze erop. Nu ga ik het schoonmaken aan de onderkant en iets strakker maken aan de onderkant. En daarvoor ga ik deze brush gebruiken. En dit is de concealer brush, de 309. Die ziet er zo uit. Gewoon een platte concealer brush die ik er altijd voor gebruik. Deze is wel ietsje groter dan die ik normaal gebruik. Maar we gaan zien of deze goed is en deze werkt. Voor mij voor nu trekt hij een mooie strakke lijn en hij brengt het product mooi aan. Dus dit is een prima wenkbrauw concealer penseeltje. En nu mijn contour erop te zetten heb ik twee brushes eigenlijk waarvan ik denk van, eigenlijk vind ik deze fijner, maar dit is de Blush & Contour Brush, de 307. En dat is zeg maar zo'n schuine brush en hij is best wel compact en dense. Maar ik heb ook deze en dit is de Blush Brush, de 306. En deze ziet er veel fijner uit voor contour en lijkt veel meer op die ik normaal zou gebruiken. Dus ik zit nu een beetje van, welke ga ik gebruiken? Want deze ga ik voor blush gebruiken. Ik denk dat ik gewoon mijn gevoel afga en de Blush Brush ga gebruiken voor mijn contour. En ik doop hem er een beetje in. En ik breng het altijd een beetje eerst naar beneden aan. Terwijl ik een smile. Ik vind het persoonlijk heel fijn om mijn contour aan te brengen met een iets groter penseel die iets meer impact gaat hebben dan deze precieze penselen. Het is dan ook een stuk minder vlekkerig omdat je een veel groter stuk pakt en het meteen uitblendt. Hij heeft het wel mooi gewerkt. Hij is totaal niet vlekkerig. Dat is echt super fijn dat hij niet vlekkerig is. Ik gebruik misschien een andere techniek dan wat andere mensen doen. Ik brush het echt naar beneden, vanaf de plek waar ik het wil hebben naar beneden. En dan blend ik een beetje de randjes. Het penseel dat ik normaal gebruik is precies dezelfde vorm, alleen dan een stuk groter. Maar deze, wonderbaarlijk, ook al is die een stuk kleiner, werkt echt
top. Het ziet er echt goed uit. Het ziet er niet raar uit of vlekkerig uit. Of... Ik heb alleen het puntje erin gedoopt. Die tik ik goed af. En dan ga ik een beetje mijn neus contouren. Omdat we niet echt een neuscontour brush hebben, ga ik het gewoon met deze doen. Dus alleen echt het puntje laat ik mijn neus aanraken. Aan de onderkant. Zodat hij een beetje schaduw heeft. Omdat het penseel zo groot is, blendt hij het ook al meteen. Ik hou persoonlijk een iets preciezer penseeltje voor dit. En er zijn wel fluffy oogschaduwpenselen en die wil ik straks gebruiken gewoon voor mijn ooglook. Dan hebben we de Stippling Brush, de 304. Dit is gewoon een normale Stippling Brush en ik ben heel erg benieuwd. Zo'n brush kan je heel goed gebruiken voor blush, dus ik ben heel erg benieuwd hoe mijn blush aan gaat brengen. Hij is nu een beetje roze en ik doe het eerst op de appeltjes van mijn wangen en dan werk ik naar achter. Ziet er mooi uit, is meteen mooi geblend. Ik ben echt onder de indruk van deze kwasten. Ze zijn echt kwalitatief voor de prijs. De duurste is 5 euro. Deze zal 5 euro zijn. Je hebt penselen van 4 euro en de goedkoopste is 3 euro. Dus tussen 3 en 5 euro zijn dit echt zulke goede, kwalitatief goede penselen. Het is echt shocking. En het is goed dat HEMA ook hun game omhoog zet met de penselen. Want iedereen wil goede penselen en iedereen wil dat ze niet tering duur zijn. Oké, jongens, en dan is het nu tijd voor highlighter. En ja hoor, HEMA heeft ook een fan brush. Yay! Dit is gewoon heel basic, de fan brush, de 308. Hij is ietsje smaller dan die ik normaal gebruik. Die van mij is ietsje, zeg maar, iets meer haar aan de zijkant. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe deze werkt op een van mijn favoriete highlighters. Ja. Hij pakt iets minder product op dan die ik normaal gebruik, omdat daar veel meer haar op zit. Maar hij brengt het heel mooi en even aan. Hij blendt hem meteen super mooi. Ik heb ook een keer een fanbrush geprobeerd en die voelde echt super prikkelig aan. Het was echt super irritant. Maar deze voelt echt super zacht, super fijn en he gives me the highlight that I need. En over de brug van de neus. En dan pak ik een iets donkere kleur voor over mijn contour heen om een hele glowy cheek te geven. Jongens, deze fanbrush is top. Oogschaduwpenselen hebben ze er een aantal. Ze hebben een Fluffy Quast, een Eyeshadow Blending Brush, de 105. Ze hebben een iets preciezer penseeltje, de Eyeshadow Smudging Brush, de 104. Ze hebben, nou jongens, we weten allemaal wat ik hiervan vind, zo'n sponsor applicator. Dus hier ga ik mijn mening niet over geven. Dan hebben we nog de Eyeshadow Brush Small, de 102. En dan hebben we de Eyeshadow Brush Large, de 103. Hiermee ga ik een lookje proberen te maken. Ik ben benieuwd hoe ze werken met oogschaduw, hoe ze blenden en alles. Maar als allereerste ga ik de blending brush pakken. Met een transitiekleur. En deze ga ik in mijn arcadeboog inwerken. Ik merk wel meteen dat die iets minder fluffy is dan die ze eerst hadden. Die ze eerst hadden was iets meer fluffy en er zat eerst iets meer haar op. Persoonlijk vind ik dat ietsje fijner. Voor de rest blendt hij het wel gewoon goed en brengt hij de oogschaduw wel gewoon goed aan. De vorige soort blending brush van HEMA was veel fluffier en die vond ik persoonlijk ietsje fijner. Maar deze blendt ook de kleur zeker. En dan met de large eyeshadow brush ga ik deze randjes een beetje blenden. Deze is ietsje fluffier, dus deze gaat mijn randjes ietsje beter blenden en je look moet zo geblend mogelijk zijn, of course. Dan ga ik voor de kleur over mijn ooglid heen de eyeshadow brush small gebruiken, de 102. En hiermee ga ik een shimmery eyeshadow aanbrengen. Hij heeft het heel mooi aangebracht. Ik had liever die iets meer fluffier gebruikt. Alleen deze had ik gebruikt al voor het uitblenden van mijn crease kleur. Deze heeft het ook gedaan, maar ik had liever deze gebruikt. Maar hij heeft hem prachtig aangebracht. Hij heeft hem goed aangebracht. En de kleur ziet er mooi uit. Goed gepigmenteerd. Dus hij brengt goed kleur aan. Nu met de Smudging Brush. Iets preciezere kwast. En mijn transitiekleur ga ik onder mijn oog. Sluit ik hier aan. En deze ga ik onder mijn oog ook aanbrengen. En deze ga ik ook weer blenden met diezelfde eyeshadow brush. Ze hebben ook de lip brush, de 201. Ik vind die persoonlijk niet heel fijn om lipstick mee aan te brengen. Ik doe het eigenlijk nooit. Ik doe altijd lipstick gewoon uit de tube of liquid lipstick gewoon vanuit de applicator. Maar ik vind lipbrushes wel altijd heel erg fijn om highlighter in mijn ooghoek mee aan te brengen. Dus ik doe een beetje highlighter erop. Omdat deze gewoon heel precies is, kan je heel mooi highlighter in je ooghoek hiermee aanbrengen. Om de kleine pop in je ooghoek en het iets opener te maken en het er gewoon heel fris uit te laten zien. Dus daarvoor gebruik ik eigenlijk altijd een lippenseel. Die werkt daar namelijk prima voor.
En de lippenstift kun je ook gebruiken om de highlighter onder je wenkbrauw op het hoogste punt iets intenser te maken. Nu ga ik eventjes de laatste stapjes afmaken en dan kom ik terug met mijn eindmening over de penselen. Dus dat waren alle HEMA penselen die ik in deze video heb getest. Ik wist dat het HEMA penselen goed waren. Ik heb namelijk al een aantal van de vorige collecties, zeg maar, die nu dan allemaal weggaan, heb ik er een aantal gehad en die waren altijd kwalitatief heel goed. Dat waren echt mijn goede budgetproof oogschaduwpenselen. En nu heb ik ook, zeg maar, facepenselen geprobeerd die ik van HEMA zelf nog nooit heb geprobeerd. Ik vond ze heel erg fijn. Ze zijn kwalitatief gewoon echt goed. Ze voelen heel zacht aan. It gets the job done. Het ziet er in ieder geval, in mijn ogen, ziet mijn hoofd er goed uit op dit moment. Voor poeder heb je ook nog keuze uit andere penselen. Je hebt namelijk ook nog de Kabuki Brush, de 301, als je dat fijner vindt, echt om het heel dense op te pakken. En je hebt ook nog de Powder Brush, de 302, die heeft een iets korter steeltje dan de Powder Brush die ik heb gebruikt. Ze hebben heel veel keuze en ik vind in ieder geval de penselen heel fijn. De enige die ik ietsje minder vond, was het wenkbrauwpenseel. Persoonlijk vind ik het fijner als die iets preciezer is en ietsje dunner en iets strakkere wenkbrauw mee kan tekenen. Maar voor de rest kon ik er prima mijn wenkbrauw mee tekenen en ziet mijn wenkbrauw er in mijn ogen gewoon goed uit. En dan de blending brush had ik liever ietsje fluffier gezien. Hij is heel fijn, hij is heel goed, zeg maar, om in de arcadeboog goed een kleur er goed in te pakken, maar om ondertussen wel te blenden. Maar ik miste, zeg maar, gewoon een iets fluffier blendpenseel om echt je oogschaduw helemaal flawless te kunnen blenden. Die miste ik heel ietsje. Maar deze is heel fijn om echt een kleur in de arcadeboog echt er goed in te zetten, om het ietsje donkerder te maken. En dan vervolgens met een iets fluffier penseel nog verder uit te blenden. Dus dit is eigenlijk het enige penseel waarbij ik echt denk, bij mij had ietsje preciezer gemoeten. Maar deze is gewoon prima, alleen niet om oogschaduw echt flawless te blenden. Voor de rest zijn ze allemaal echt heel erg fijn. En ik heb ook een aantal penselen niet gebruikt. Ik heb ook de brow brush nog met, zeg maar, een plastic spoolie voor als je dat super fijn vindt. Met nog gewoon een gewone brush als je dat fijn vindt. Maar ik ben echt onder de indruk van de penselen. Deze was echt wonderbaarlijk top voor mijn contour. Mijn contour ziet er, vind ik, heel mooi uit. En gewoon heel natuurlijk uit en mooi geblend uit. En dat had ik niet verwacht met zo'n precies penseel. Ja, precies penseel. Hij is best wel groot. Maar een veel preciezer penseel dan ik normaal zou gebruiken. En het is gewoon een blush brush die ze normaal dus zeggen voor blush. Vind ik dus super fijn voor contour. Je hoeft je natuurlijk niet altijd aan de regeltjes te houden waar de penselen precies voor bedoeld zijn. Maar gewoon waar jij ze fijn voor vindt. In ieder geval, ik ben echt onder de indruk van deze HEMA penselen. Ik vond het super leuk om samen met HEMA deze video te maken. Zoals jullie weten, mijn mening is altijd eerlijk over de producten die ik gebruik. Ik denk dat ik deze penselen set bij Bas ga leggen. Ik ben nu iedere keer met mijn grote penselen brush ben ik heen en weer aan het doen. Ik denk dat ik deze penselen set gewoon bij Bas laat liggen voor als ik daar mijn make-up doe. Dat is echt super fijn dat ik nu gewoon een volledige complete penselen set heb om bij Bas neer te leggen, want ik vind ze oprecht fijn. De prijs is gewoon geweldig en dat is wat jullie altijd aan mij vragen. Budgetproof penselen, nou jongens, here they are. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. In ieder geval, vond je de video leuk? Geef me even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten wat jullie van HEMA penselen vinden. Hebben jullie de vorige HEMA penselen ooit al geprobeerd? Wat vinden jullie daarvan? Maar en ik weet zeker dat als jullie die penselen fijn vinden, you're gonna love these one. And they're vegan. Yes, world. No animal harm. Yes, thank you, please. Dus in ieder geval, laat het allemaal beneden weten in de comments. Ik vind het super leuk om al je leuke, lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!